Yo, ik moet meteen tegen dat dooien. En ik heb een triple in de shop. Holy shit. Let's go. Easy. Nou jongens, gaan we die Acolyte of Cthulhu de hele game lang houden? Jazeker. Ja. Acolyte of Cthulhu. Kaboonk. Ja, als Jan Roos dit ziet, kan niet eens praten, joh. Hij denkt waarschijnlijk nu wel dat ik een route heb als hij dit ooit ziet. Hij is je mentaal aan het verstoren, JRN. Nou, als hij dit ziet, dan wil ik best een keer in Dennis' huisje roddelpraat meedoen, hoor. Dennis' huisje, je wilt Dennis' rugbunker. Ja, met zijn cumtouwel, met zijn cumrag. Met zijn cumsop. Nou kijk, als jullie mij geld geven, dan ga ik een subscription bij Roddelpraat. En dan krijgen jullie via mij de extra uitzending uit via mijn belevenis te horen, snap je? Toneer mij, dan zeg ik geen woord meer, maar wel kijken. Je staat gewoon illegaal streamen. Ja, nieuwe illegale stream site. Download nu. Doneer mij, dan breek ik de wet, jongens. Kom allemaal. Ja, help mij een advocaat betalen. Nou, dit gaat weer fout. Sinds deze uitspraak hebben we niks meer gehoord. Oh shit, ik hoor geklop, jongens. Wacht even. Jan Roos. Met zijn mooie zonnebrilletje. En dan gaat hij in elkaar slaan. Dan zeg je, nee, stop, ik heb nog familie. Familie, zei je. Family. Ik haat je, Jenny. Leur, familie, leur. Gaan we voor de 4 drop, we gaan voor de 4 drop, fuck it! Gaat er 4 op vanavond, J2? Nou, op zich, K-Fighter is niet verkeerd. Ja, de K-Fighter is goed met je hero power. Smash your pass, de K-Fighter. Nou, Smash, heb je hoofd, hè. Oeh. Ugh, zelfs al is zijn hoofd slecht, 3 keer, weet je, het is keer 3, dus het kan nooit zo slecht zijn. Kom maar dames, 1 tegelijk, 1 tegelijk. Dat is 3 keer niks. Kom maar dames, 3 tegelijk. Genoeg voor iedereen. Kan ik het 3 tegelijk op mijn gezicht huishouden? Ik bedoel, je hebt K-Fighter heeft 3 gezichten, dus daar kan je wel kan je met 3 op zitten. Het is... Ja, nee. Ik zie dit ook... ik zie dit ook weer somber in. Ik heb een goede hit met dat ik toch weer die Divine Shield weggooi. Vooral, maar ja, het is... Het mag niet baten, het mag niet baten. Het mocht niet baten, hè. Gaat niet zo lekker. Maar ik ben ook niet zo'n pro in dit spel. Hè. Oh. Nee, ik ben natuurlijk wel befaald. Ik mag weer tegen de dooi, hoeveel geluk. Ik doe dit en dan hero power gewoon. Nou. Sommige mensen. Op de kliniek. In de kliniek. Hebben geluk, want die worden genezen van hun ziektes. Nee, gelukkig niet. Fuck terminaal zieke mensen. Ja, wat zou jij doen als je op de IC zou liggen? Hopen dat het snel voorbij is. En daarmee bedoel ik zo snel mogelijk doodgaan. Ja, even ter... even om heel duidelijk te zijn, weet je wel. Niet dat je het op andere manieren kan interpreteren. Ja, nee, niet dat jullie denken van dat ik snel weer... beter wordt, nee, ik word dood. Kijk, en daarom heb ik... Wait. Ja. Achterroepers huilen niet. Leuk. Ja, maar dat is gewoon echt een kutfilm. Dat is echt een kut. Nee, ja. Helemaal verkeerd gecast, het verhaal klopt niks van. Ja, gast, wat is de lore, jongens? Ik snap het niet. Wat is de character... development van Anki. Dat boeit me eigenlijk niet, dan. We gaan er dat heeft eventjes haar fijn. Oh, dat kan niet. Ik kan dat niet uitleggen. Maar. Die was wel echt. Echt heel slecht. Holy shit. Ik ben toch binnenkort kaal. Lekker. Dat is zeker waar. Ik geef je 2 jaar, volgens mij ben je dan echt kaal. Ja. Dat gebeurt. Come close and listen. Oh, jij, shit. Jij wou iets zeggen.
voor nou, over dat de dit, dat zeg maar dit gesprek, deze gesprek de reden is waarom ik op mijn stream, zeg maar, als je het wil zien, een knopje staat met ja, ik ben volwassen. Ik heb een knopje nog nooit gezien. Nee, omdat jij waarschijnlijk je leeftijd 18 plus hebt, Twitch. Nee, dat zou je denken. Ik bedoel, ik sta ook 18 in op Discord. Oei, dan moeten die 13-jarige kattenmeisjes van je afblijven. Shit. Oh, blijf af, doe je. Blijf hem af. Ja, Marloes is gewoon affiliate, hè. In zo'n korte tijd. What the fuck, man. Je zijn direct viewers, Jay. Ja, ja, maar... Ben ik een vrouw? Ja, ik wil het net zeggen. Het is gewoon... Cool, ik ben veel leuk. Nee, ik ga niet zeggen dat ik veel leuk ben. Flinke ballon in je shirt stoppen en dan je camera een beetje inzoomen. Dan ja, moet ik gewoon een drag queen worden voor jullie? Maar gewoon nog testen voor je. Nou, ik ga, ja, weet je, als ze wilt, nodig ik haar wel een keertje uit. Girlfriend review. Review ook nog. Zo. Net als die kitten de reviews. Very cute. Pettable. Nee, ik had al laatst van die de scare Among Us memes. Ik dacht, Among Us! En dat soort dingen. Ja, ja, als je nu followt, als je mij followt, komt er in het scherm Among Us. Dat was hem. Nou, mijn Cave Hydra is wel grote groei. Ik moet nu een, ooit zo'n ding, Annoia module fixen. En nog één bommetje. En dan ben ik helemaal kaasje. Fuck jouw stream in particular. Jammer dat Marloes niet online is. Nou, zij moest anders wist ik wat ik ging kijken. Oh, heeft ze nog een announcement gemaakt op de stream? Oh, fuck jullie. Is je stream uit? Hè? Huh? Nee. Oh nee, ik stop gewoon even stil. Oh ja, dat... Oh, ze heeft nu een Twitch Instagram account aangemaakt. Wat zij? Ja, zij heeft dat gedaan. Ze moet toch wat? Ik reed mijn Herald, man. Rip Harold van Vlam. Harold Bilekking. Kan iemand dan even de... Oké. Thijs? Rustig. Het wel, jongen. Ja. Nee, ik ben echt zwaar tilted. Omdat? Inderdaad, jongen. Oké, omdat een Overwatch hun rood ook wordt geassfucked door de Anna. Dat vind ik niet zo leuk eigenlijk. Boy. Heeft Anna een piemel? Heeft Anna een piemel? Nou... En al. Nou. Ja. Blijkbaar. Die meest Thijs horen is geleerd. Ik wil hebben. Ja. Nee, maar ik wilde zeggen, kan iemand zeg maar de link van... Perfecte Cleave trouwens. Kan iemand even de link van de Twitch in de Marloer server? Zij heeft nog een actieve, een semi-actieve, ja niet semi, zij heeft gewoon een actieve community. Waaronder Serena, die community van Serena, is een beetje dot. Ja, en is dat jammer? Nee. Nee. Het was leuk zolang het duurde. Voor ons. Voor Reaper. Ik bedoel, eens terugkijken op de goede tijden, met een Turk gepest. Etnische minderheden pest is wel echt mijn kenmerk. Jouw trademark. Je gimmick. Dat is dat is mijn passive. Ja, nee, dat is gewoon jouw hele ability. Dat is jouw kink. Oh, ook. It seems you have seen it. Het is echt, ja nee, het is echt, in anime is het vooral, shit, ik heb nu mijn ability gedaan. Laat het puntje uitleggen. Oh shit man, oh ik heb een massieve penis laten zien aan middenjarige meisjes. Nu moet ik het uitleggen aan de politie. Nee, dan heb je zo'n anime villain en die zegt zo van, oh, je hebt het gezien. Wil je nou meer van deze handige uitlegvideo's? Handig is een uitlegvideo. Wil je nou meer handige uitlegvideo's? Nu weet je precies hoe ik werk en kan je me easy verslaan. Maar wat doe je? Kan je vooral Naruto brein dood zijn? You absolute buffoon. You clown. You fucking wanky. Nou, ik heb op zich wel een lekker menagerie build. Alleen mijn Harold. Fucking Harold wordt echt gebullied.
Ja, hij krijgt gewoon niks. We hebben trouwens weak ass lobby. Ik zie een snap nou pas. Dat je dat paard erin hebt gegooid. Dat zie je nu pas ook gewoon. Jongen, ik kijk nooit op snap, behalve één keer in de dag en dat vind ik het einde. En Wim, gefeliciteerd. Is die jarig? Die is vandaag jarig. Ik heb fuck it. Ik ga gewoon kijken wat hier uitkomt. Ja, daar spreek ik hem net iets te weinig voor, denk ik. Ja, Wim. Ik heb hem gefeliciteerd. Nou, ik lekker niet. Nee, ik doe het ook. Heb mij niet gefeliciteerd namelijk. Oh, dat is het niet. Ja. Dat zal het zijn. Ik word echt niet door de cleave gecarried. Dat is bullshit. Die Foe Reaper doet ook echt helemaal niks voor mij. Is niet belangrijk. De Murloc Tidecaller. Johan Strede van het vibe is. Harold, die pas net. Gas, waarom heb je zulke grote cleaves? Nou, Hero Power. Kijk, 5 keer Hero Power. En zelfs nog 4 keer Teetje. De Missionary Juke. We hebben over Peter de Vries. Nee, dat vind ik echt. Ik vind het zielig. Oh ja, shit. Nu moet ik wel heel zielig gaan doen. Dat mij heel veel doet. Dat ik echt in shock ben. En dat jullie dan moeten doneren. Want dat, daar word ik dan minder verdrietig van. Maar weet je wat me wel zo opvrolijk? Nou. Een donatie. Dat je net zo lief raakt. Ik vind geld Maar echt. Moe, wat niks doen. Ik heb niks gedaan. Ik ben geen koe, Jay. Nou ja, ik heb wel uiers, maar dat is wel. Shame. Wij zijn de meest oppressed groep van de hele wereld, gamers. God, fuck off, ik heb hem. Ik vond me grappig. Ik vind het echt zo grappig. Ja, maar zeg dat het niet zo is. Matthijs, ik dacht dat jij van iedereen dat jij het wel kon relaten. Ik bedoel, al die Roblox meiden op je pik, het moet zwaar zijn. Hij is stil. Weer een meisje op zijn gezicht. Zo'n dominator is God the Girl. Het moet wel. Nou, zou ik ook geen nee tegen zeggen. Leuk is dat. Het leuke is dat meestal die God the Girls echt vet insecure zijn. En shit, weet je wel. Helemaal niet dom. Ik dacht, je zei Mason. Ik denk, wat gaat hij dan gaan doen? Mason is ook een God Girl, wist je? Hij belt haar daarvoor. Nou, hij is wel echt edgy, man. Het is echt. Hij is een soort van Sasuke. Het is in de playlist van Spotify opgeslagen. Hij heeft. Dus kijken waar hij naar luistert. Weet je waar hij naar luistert? Naar van Below Zero, die radiozender, dat muziek. En hij zat vandaag beneden alleen maar die Big Hero 6 end credit muziek te luisteren. En ik dacht ook, oké. Sorry, daar mag ik niet om lachen. Ik had het niet van hem verwacht, ook. Ik weet niet waarom, maar ik had. Had je niet verwacht dat hij op mannen viel? Ja, dat wel. Maar, ik weet niet, ik had meestal weer zo'n Panic at the Disco mannetje gezien. Ja. Dat zou wel passen, denk ik. Nee, het is echt je typische virgin. Het is echt een incel. Daarom is het familie van je. Zeker weten. Ze is ook een incel. Echt hoor, for real. Zo. Nee, Jay moet in de cel. vrouwen. Oh god, ja, ik hoorde daar zo. Oh, godverdomme. Ik weet nog de tijden dat hoorde ik mezelf maar een keer de vrouw te kijken. Ja. Dan stuurde ik zo'n mooie dame in badpak. En dan, nee, gast. Stop! Je kijkt nog gewoon pornografische beelden, Jay. Ik dacht dat je gay was, omdat je die vrouwen niet leuk vond. Ja, is ook wel zo. Waarom stuur je die niet meer? Hè? Ja. Die stuur ik altijd al naar jou. Nee,
Er is ook zo'n groot contrast tussen Jay en Thijs. Ik weet de fucking vrouweninteresse. Nee. Ja, maar waarom stuur je ze niet meer dan? Kom op, zeg. Oh mijn god, wat vies, Bart. Ik voel dat allemaal niet meer. Oh mijn god, vies Rick. Thijs, dat weet je zelf ook. Ik voel dat meuk, die meuk niet. Ja, waarom niet? En dan er komt er op Insta zo'n post van... Jan Roos, sextape leaked. Oh mijn god, godverdamme. Waar? Nou, die wil ik zien hoor. Maar ik vraag me dan af met wie. Ik hoop die kip, dat kipje van Wilfred Gené. Dat is ook heel... Nee, met Dennis. Nee, niet met Dennis. Triootje. Nee. Triootje dan. Als het met Dennis is, dan wordt het een triootje. Alleen met Dennis. Nee. Ik hoor dat zo'n vieze man met Dennis zou gaan. Wel. Ja, wel. Hij zou echt super... Wel Dennis in leven. Spijt me zeer, maar dit is echt een goed potje van mij. What the fuck? Kijk wat die hits. What the fuck is dit? What the fuck, man? Oei. Hij is wel een sterk deck. Hij is net, vriend. Oei. Nou, deze gaat in de... Hoe heet het? In de compilatie, in de YouTube-compilatie. In de archives. Nou, ik ga... Mooi praten over vrouwen terwijl Jay zijn tegenstander vernietigt. Ja, maar dit is toch gewoon een leuke achtergrond. Net als met balloons. Inflatie is niet erg. Stel, inflatie is wel echt. Oh, komt de lightfang. Waarom die jonge econoom had geen vrouw uit. Waarom de fuck zou ik een lightfang kopen? Omdat je best wel veel tribes hebt. Nee, ik ga voor de... Ja, maar die ik heb daar eigenlijk geen... Ik ga voor de gas spoiler. Nee. Hoe heet die bloed video ook alweer? Gosh, die hebben fucking veel tribes, man. Hoe ik die video ook weer specifiek? Vijf jongens vernietigen een vrouwelijke econoom met feiten en logistiek. Ja. Hele goeie, ja, link in de beschrijving, nee joke. Van mij mag je weer uploaden. Nee, je moet hem zelf uploaden. We moeten sowieso ook nog een account maken voor de podcast. Jawel. Maar dat moet, ja. Jongen, ik moet die bouwen, dat moet ik allemaal nog doen, maar ik heb zoveel werk nu. Nou, volgens mij, het begin van dit potje ging echt heel bad en ik heb geen idee... Hoe ik het zo heb, zeg maar, kunnen omkeren, gewoon. Ik ben echt... Fast fake your cleaves. Ja, het is echt die Cave Hydra die mij gewoon gecarried heeft. Zo'n Cave Hydra heb gewoon gratis 3 keer attacken in één attack. Ja, daarom. Dat is best wel... Kijk, dit is dan weer minder. Ik heb echt de hele tijd geluk dat hij elke keer in het midden komt. Hij zou nog een lekker pilsje. Nou, deze is ook dood. Ja, ik ook. Ik heb een lekker grond koud zet. Oh. Lekker. Mijn vader heeft corona van de Lidl gehaald, dus dat heet ook anders. Het is ook een B-merk corona. Hoe heet het dan? Ik heb ook B-merk corona. Ja, weet je. Maar het was blijkbaar heel lekker. Ja, corona vind ik dus echt vies.